Nou, wij zijn van Nederland. En ja, hoe zijn we bij de Highland Titles gekomen? We waren van Steve de Backpiper, die verkocht plotjes land. En we kochten zo'n plotje. En dat wil zeggen dat je helpt met het geld, je helpt de natuur zo oorspronkelijk mogelijk te houden. We hebben zo'n plotje gekocht en toen zijn we wezen kijken in Schotland waar het plotje was. En dat is Highland Titles die dat helemaal organiseert. En één keer per jaar is er een bijeenkomst. Catering? Een bijeenkomst. Van mensen die ook zo'n plotje hebben gekocht. En dat kan van Australië, Canada, Nederland, Engeland, Schotland. En dan ben je 3 dagen ben je bij elkaar. En je gaat met z'n allen over het natuurgebied van de Highland Titles. En ja, je ziet wat er komt, wat meer wilde vogels, wilde wildcat, dassen, herten komen er steeds meer. En ja, zo'n 3 dagen maak je kennis met al die mensen en je wisselt ja, leuke dingen uit. En we hebben 1 avond een diner in een gala kostuum. Ja, het is een... De volgende dag ga je met z'n allen naar, naar je plot toe. Wat je, en dan kan je ook zien wat er allemaal, allemaal gebeurt met de gelden. Ze ontwikkelen dat steeds verder. Ze hebben nou ook een, voor een, de Wildcat hebben ze een gebied afgeheind, omheen. En daar komen dus dan, daar willen ze dan de wilde katten uitzetten. En te hopen dat die populatie dan steeds, steeds groter wordt ook. En wat er ook gaat gebeuren, dat er staan nu allemaal dennenbomen. Die willen ze allemaal gaan kappen. En daar komen dus echt de originele begroeiing terug. Wat er altijd is, ja, wat oorspronkelijk in Schotland gestaan heeft. En ook de, dus de dieren die er vroeger leefden. En die probeerden ze zoveel mogelijk dus weer... Ja, weer terug te zetten en